Dames en heren, heel hartelijk welkom bij deze tweede video in de cursus en workshop dirigeren. In de eerste video hebben we gekeken naar de basisbewegingen van een dirigent. Hoe start je een orkest, hoe stop je een orkest en hoe maak je een tempo. We hebben ook gekeken naar de patronen van de verschillende maatsoorten. En op die manier hebben we al best een basis gelegd van de bewegingen van een dirigent. En ook in een maestro-programma wordt vaak op die manier gedirigeerd. Maar als je er goed naar gaat kijken en weet wat de functie van een dirigent precies inhoudt, dan zie je eigenlijk dat die bewegingen een soort van choreografietje zijn en eigenlijk een soort van lege huls, als je dat vergelijkt met wat een dirigent taak eigenlijk in totaal inhoudt. Om daar heel kort op in te gaan, het is natuurlijk al heel erg belangrijk dat je partituur leert lezen, dat je de bedoelingen van een componist kunt achterhalen in wat er geschreven staat in de partituur, dat je daar een klankbeeld bij kan vormen, dat je weet wat de instrumenten allemaal kunnen, dat je de muziektheorie kent, dat je weet in welke traditie het geschreven is, of het vernieuwend is of juist heel traditioneel, dat er nog elementen in zitten van de swingmuziek of Afrikaanse dansritmes, dat moet je er allemaal uit kunnen halen. En je hebt natuurlijk dan ook nog gewoon de geschiedenis, de kennis van een componist. Soms is er weinig kennis, soms moet je het allemaal uit brieven halen bijvoorbeeld. Om een beeld te vormen van wat de componist bedoeld heeft. Dan heb je natuurlijk ook met de psychologie te maken van bij orkestleden. Hoe krijg je een orkest zover dat ze jou volgen en dat je daar mooie dingen mee kan maken in artistieke zin. Artistiek beeld, hoe creëer je dat? En ook bijvoorbeeld, je hebt maar een aantal repetities, naar een concert toe, dus je hebt ook met tijdmanagement te maken. En al die gegevens, dat is natuurlijk vooral de taak van de dirigent. En de output, het bewegen voor een orkest bij een concert, dat is wat veel mensen zien. En dat associëren ze met de functie van een dirigent. Maar die enorme inhoud van wat ik net even kort geschetst heb, dat is nou echt de functie van een dirigent zoals ik dat zie. En dat is dus van een heel groot gedeelte gewoon partituur lezen, studeren, ideeën krijgen, artistieke ontwikkeling. En dat is natuurlijk ook zeer belangrijk. En dat gaan we in de komende video's met name dus uitdiepen, dat we daar een idee van krijgen. Het zal niet zo zijn in de improvisatiecursus dat we eigenlijk tot op de laatste druppel alles ongeveer uitgelegd krijgen. Maar deze cursus gaat vooral over om een idee te krijgen wat een dirigent allemaal doet. En dat we daar ook een beetje feeling mee kunnen krijgen in het workshop gedeelte. In deze tweede video gaan we dus proberen iets meer inhoud te geven aan de functie van de dirigent. En dat gaan we doen door middel van de hele geschiedenis van de muziek te doorlopen. En hoe daar de muzikale leider en uiteindelijk ook dirigent een rol in heeft gespeeld. Deze videocursus en videoreeks is bedoeld als inspiratie en verdieping voor de orkestleden waar ik artistiek leider van ben, maar ook voor iedereen die natuurlijk op YouTube naar deze film komt kijken omdat ze geïnteresseerd zijn in directie of in dirigeren. Wat dat houdt het nou precies in? Superleuk als je geïnspireerd raakt door deze video. En deze cursus heeft uiteindelijk als doel voor mij om als promotie te dienen voor de workshops die ik geef in dirigeren. Eentje als teambuilding, eentje als fysiek leiderschap, eentje als voor kinderen in het klaslokaal. En ook voor de orkestdirectielessen die ik geef. Maar nu in deze video 2 gaan we kijken dus naar de geschiedenis van de muziek en hoe de muzikale leider daar een rol in heeft gespeeld. We gaan kijken naar dirigeerstokken en in het workshop gedeelte gaan we het begin van de 5e symfonie van Beethoven proberen te dirigeren. Oké, dames en heren, we gaan kijken naar de muziekgeschiedenis van de muzikale leider, ofwel dirigent. En dan gaan we gelijk terug naar de Griekse oudheid. In de Griekse cultuur was kunst zeer belangrijk. Zelfs zo dat in sommige steden kunstonderwijs gold tot ongeveer het 30ste levensjaar. En echt gelijk stond met bijvoorbeeld filosofie of astronomie of rekenen of dat soort onderwijs. Dat had te maken met
dat ze dachten dat bijvoorbeeld de intervallen, de verhouding tussen de intervallen in muziek, ook eigenlijk golden voor het hele universum. Muziek en poëzie stonden heel erg dicht bij elkaar. Zelfs zo dat zang, gesublimeerde poëzie, werd beschouwd als gesublimeerde poëzie. In de Griekse tragedie, waar dan zangers en zangers/acteurs de hoofdrol speelden en je een koor had die dan daar weer commentaar op gaf, was het ook zo. Je had niet echt maatsoorten, maar zeg maar het zwaartepunten en de ontspanningen in de tekst, dat zorgde dat het allemaal gelijk kon zijn. En de muzikaal leider gaf dat dan aan met gestamp eigenlijk. En dan hadden ze speciale sandalen met dubbele zolen die extra herrie maakten, zodat ze die zwaartepunten konden aangeven en dat het op die manier allemaal gelijk kon zijn. Dan in de tweede eeuw voor Christus, wanneer het Romeinse Rijk sterk is voor het Griekse Rijk, de Romeinen nemen wel heel erg veel over van de Griekse cultuur. Maar ze voeren ook weer nieuwe dingen in, zoals een soort van trompet en hoornachtige die iets meer draagkracht hebben. En dan hebben we dus ook de eerste echt geschreven documentatie van een dirigent. Dat is dan Phrygides van Patrae, 709 voor Christus, die dan geschreven staat als de gever van het ritme. Er waren 800 uitvoerende. Wat voor instrumenten dat waren, of misschien ook dansers, de helft dansers of wat dan ook, dat weten we niet precies. Maar het staat wel geschreven dat hij op een hoge stoel zat en met een puur gouden scepter aan het zwaaien was om het ritme te geven. Je hebt natuurlijk ook in Egypte reliëffen die gevonden zijn, waar dansers op te vinden zijn en mensen die aan het klappen zijn en vaak ook een centraal figuur, dus ook een soort van dirigent. Ook in de Chinese cultuur is dat gevonden, maar dan getekend, in een getekende vorm. En je hebt natuurlijk ook de hele tijd volksmuziek. Dus kleine dorpjes waar dorpsfeesten werden gehouden, waar ook muziek gespeeld werd in groepjes. Waar dan op gedanst werd. Maar zoals we dat nu zien is het vaak gewoon zo geweest dat iemand gewoon begon te spelen en de rest gewoon inhaakte. En ook een heel erg groot repertoire hadden ze niet. Dus ze kennen het uiteindelijk op een gegeven moment allemaal wel. Dan, zeker die volksmuziek ging lang door. Er werd vaak pentatonisch gespeeld, eventjes tussendoor. Dat hebben we in de improvisatiecursus ook gehoord in video 2. En dat ging dan een paar eeuwen zo door. En dan komen we op een gegeven moment in de middeleeuwen terecht. Paus Gregorius de Grote, die op een gegeven moment de muziek liet structureren. En dan krijg je dus het ontstaan van het Gregoriaans, eenstemmig vaak, soms niet heel erg veel ritme, vaak vooral geconcentreerd op toonhoogte. En de toonhoogtes, nou dat hebben we ook in de improvisatiecursus gehoord in video 9 van de modaliteit, de kerktoonsoorten. Die werden dan eerst vaak eventjes voorgezongen, dat iedereen goed in de juiste modus zat. En dan werd dat met handgebaren. Werd het aangegeven wat voor toonhoogte ze moesten zingen. Dus dan kreeg je bijvoorbeeld van do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Zoiets. Maar dat had natuurlijk ook duizend verschillende variaties en vormen. En dat zou dan nu dan de Ionische kerktoonsoort zijn. En nou ja, nogmaals, kijk naar video 9 van improvisatiecursus, dan weten we waar ik het over heb. Diegene die dat aangeeft, de koorleider, was ook wel echt iemand die wat statuur had binnen de kerk. Er is ook een document gevonden waar ze in de 11e eeuw waar ze omschreven van hoe dat ongeveer ging. Dus was het koor, stond dan in twee rijen en er stond één centraal figuur ook die een feestelijk gewaad had en die dan dus met zijn handen de toonhoogtes aangaf. Op een gegeven moment krijg je ook dat er behoefte wordt om ook de ritmes wat te gaan noteren. Het mensuraalschrift ontstaat dan. Waarschijnlijk hebben we dat wel eens gezien van die enorme boeken waar heel erg grote noten in staan. En daar werd wel gewoon neergezet en daar ging iedereen omheen staan. En dan was de muzikaal leider die wees dan aan waar iedereen was. En zeker als het dan misging. Het was niet echt een partituur, de lijnen stonden niet onder elkaar, maar gewoon verschillende partijen, als het dan meerstemmig was, stonden gewoon naast elkaar.
En dan kon de leider kon dat op die manier aangeven. De dirigeerstok was echt een ding. Het werd niet zozeer, ja, het was een beetje aanwijzen was het. Maar het was ook vooral statuur op dat moment. Mooie gouden stok of ebbenhout met ivoor ingelegd. Palestrina bijvoorbeeld, die dirigeerde ook met een puur gouden stok. En je hebt ook een document gevonden in de 16e eeuw dat een aantal nonnen al echt met een dirigeerstok werden gedirigeerd en op die manier muziek werd gemaakt. In de 16e eeuw had je ook nog een document van Zacconi. In zijn Practica di Musica legde hij uit hoe een goed koordirigent moest gedragen. Hij moest vriendelijk zijn naar zijn koorleden toe en hij mocht geen banale opmerkingen maken vlak voordat er begonnen werd. Dan krijg je de Renaissance, komen ongeveer in de Renaissance terecht. In Italië werd dan de opera als een soort van herleving van de Griekse tragedie opgevoerd. En inclusief eigenlijk het gestamp. En dan zelfs zo dat er grote staffen werden genomen en op de grond werden geslagen om het tempo aan te geven. En soms was dat niet sterk genoeg en werd er zelfs metaal op metaal geslagen om iedereen maar gelijk te laten spelen. Daar kunnen we bijna geen voorstelling van maken, maar zo werd dat toen gedaan. Tegelijkertijd in Frankrijk, aan het hof van Louis XIV, zonder God, noemde hij zichzelf wel, hij hield heel erg van dansen. Dus er waren veel balletten en danssuites opgevoerd. En in zijn hof was Lully werkzaam. Begonnen als keukenhulp, maar uiteindelijk helemaal uitgegroeid tot hofcomponist. Hij kreeg zelfs een best groot ensemble tot zijn beschikking. En hij stamte dan ook met een staf. En wat heel vaak in de geschiedenis van de dirigent wordt aangehaald, is dat hij op een gegeven moment in het Te Deum, wat notabene ter ere werd opgevoerd van dat de koning op een wonderbaarlijke manier genezen was, ging hij zo tekeer met die staf dat hij op een gegeven moment op zijn teen stamte. En daar is hij aan overleden, ook omdat hij weigerde dat zijn dokter de teen weghaalde. Maar wat veel belangrijker is dat Lully echt hoge kwaliteit eiste van zijn spelers. Ook bijvoorbeeld de streektechniek, dat iedereen tegelijkertijd dezelfde streek deed, komt van zijn hand. Daarmee hebben we ook bijvoorbeeld nog steeds wat streekaanduidingen als détaché en martelet die in het Frans worden aangeduid. Dat komt hier vandaan. En heel veel andere, bijna alle andere aanduidingen, die zijn in het Italiaans. Maar er zijn een aantal Fransen en dat komt dus bij Lully vandaan. Oké, dan zijn we nu zo ongeveer in de barok aangekomen. In de barok ontstond de basso continuo. In de Renaissance had je natuurlijk al die hele polyfone muziek. Dat heb ik al ook aangegeven in een improvisatiecursus. Werd wat onduidelijk. In de barok kozen dus voor een hele overzichtelijke, heldere begeleiding. Ritmische en harmonische begeleiding in de basso continuo. Met daar een melodie of melodielijnen overheen. Basso continuo bestond uit een klavierinstrument en de klavier had vaak een beetje een zwakke baskant, dus dat werd vaak versterkt door de viola da gamba of uiteindelijk een cello of een violone of een fagot. En dus vaak meerdere spelers als basso continuo. Achter het klavier zat dan vaak de componist. Muziek in die tijd bestond eigenlijk gewoon vooral aan de hoven bij de adel, die dan voor een speciale gelegenheid of een ceremonie of ook puur ter vermaak, wat muziek wilde horen en dan schreef de componist speciaal voor dat moment een stuk. Die repeteerde dat eventjes met de muzikanten die hij tot zijn beschikking had en dan leidde hij ook de opvoering. Gewoon met wat handgebaren en hij speelde ook gewoon basso continuo en als het dreigde te ontsporen dan met twee handen, soms ook echt hoorbaar. Je hebt ook plaatjes dat ze aan de zijkant van de klavierinstrumenten staan, zitten op de bonken om het maar gelijk te krijgen. En zo werkte dan dus de muzikaal leider. De dirigent, componist was eigenlijk gewoon altijd één persoon. Op een gegeven moment was dat dan wat beperkt om het gelijk te krijgen. En toen werd dan de eerste violist ook als een soort van leider gezien. En die kon dan natuurlijk heel erg duidelijk en dat kon iedereen duidelijk zien in de bewegingen. Veel duidelijker dan de klavier om dat allemaal gelijk te krijgen. Dat bestond heel tijd naast elkaar. Je had dan ook wel sommige
componisten die duidelijke voorkeur hadden voor één bepaalde directie. Bijvoorbeeld Joachim Kwans en Leopold Mozart waren heel erg fan van de viooldirectie. Maar Johann Sebastian Bach was bijvoorbeeld wel weer fan van de klavierdirectie. Maar het was op een gegeven moment ook zo dat het tegelijkertijd was. Dat heette dan een dubbeldirectie. Daar heb ik een plaatje van, laat ik hier zien. Dus je ziet basso continuo spelers op een klavier en met de begeleiding op een viola da gamba of versterking viola da gamba. En dan zat de eerste violist zat dan op een verhogingje, zodat iedereen die goed kon zien qua streek en bewegingen die hij maakte. Was niet perfecte systeem. Telemann noemde vaak de eerste maten hundetakte, omdat het zo ongelijk was dat het maar niet in één tempo kon zijn. En je hebt ook verhalen van, vond ik wel mooi om te lezen, van Johann Sebastian Bach, die ook geïrriteerd was dat het zo ongelijk was en dat het niet mooi klonk. En bijvoorbeeld een fagotist op een gegeven moment uitschold voor mekker, fagotist. En dat is heel erg hoog opgelopen. En op een gegeven moment was het echt een gevecht, Johann Sebastian Bach in gevecht met een fagotist. En hij had op een gegeven moment zelfs een dolk trok en het had niet veel gescheeld of het erbarmen die had nooit geklonken. Dit systeem is best een lange tijd bestaan. Ook in het eerste orkest dat zich op de symfonische muziek toelegde, de Gewandhaus Orchester, heeft dat een tijd lang zo bestaan. Vier dirigenten die achter het klavier dirigeerden met hulp van dus de concertmeester. En Mendelssohn was eigenlijk de eerste dirigent die echt met een dirigeerstok ging dirigeren. In die tijd kreeg je dus echt de overgang van die dubbeldirectie of het directie achter het klavier naar dirigenten die met een stok gingen dirigeren. Louis Spohr in zijn autobiografie schrijft dat hij de eerste was die met een dirigentenstok dirigeerde. Maar dat geef hij vooral zelf. Als je er goed naar gaat kijken, dan is dat nogal een dubieus verhaal. Haydn dirigeerde bijvoorbeeld ook zijn Die Schubfilm in Londen al met een dirigeerstok. Al echt al een tiental jaren eerder. Je hebt ook een verslag van nonnen in een klooster die dus met een dirigeerstok dirigeren. En eigenlijk de eerste echt geschreven documentatie erover is Carl Maria von Weber, die in de Berlijnse krant omschreven stond van dat hij zijn stukken dirigeerde solide en geruisloos. Dus of met een opgerolde rol papier of met een dirigeerstok. En hij had dan eigenlijk als eerste schreef hij over dat hij vooral bezig was met alle orkestleden naar hem te laten kijken. Dat ze niet alleen maar op gehoor gelijk moesten spelen, maar ook echt op zicht gelijk moesten spelen. En dat hij dan ook probeerde al met nuances te maken, met tempoverschillen. Spohr, zoals gezegd, nou ja, hij was niet de eerste met een dirigentenstok, maar wat aan hem wel wordt toegeschreven is dat hij repetitiecijfers of letters toevoegde aan zijn muziek, waardoor hij veel gerichter en specifieker kon oefenen. Dat zie je eigenlijk bij alle dirigenten die nu dirigent slash componisten, want dat was in die tijd eigenlijk nog hetzelfde, zie je dat ze vooral het niveau op willen schroeven. Je hebt ook bijvoorbeeld Spontini in Italië, die echt een soort van militair was, militaire discipline eiste en echt door de intimidatie alle orkestleden drilde in het perfect spel. Het ging vooral om perfecte technisch spel. En je hebt in Engeland bijvoorbeeld Costa, die ook een soort van boetesysteem had voor als mensen niet naar hem luisteren of als ze te veel fouten maakten. Mendelssohn heb ik net al genoemd bij het Gewandhaus Orchestra, maar die was eigenlijk het tegenovergestelde. Die was eigenlijk een van de eerste dirigenten die op een hele kundige, maar vriendelijke manier met mensen omging. Die vaak ook eerst even met een complimentje begon, dat vond ik mooi. En daarna wat verbeterpunten aandraagde. En hij was een van de eerste echt soort van beroepsdirigenten, want hij dirigeerde ook muziek van anderen. Natuurlijk ook een bekend verhaal dat hij de muziek van Johann Sebastian Bach heeft herontdekt en heeft opgevoerd van de Matthäus Passion. Hij past wel heel veel coupures toe en aanpassingen, wat wij helemaal niet meer gewend zijn nu. Maar hij heeft
wel dus gewoon heel erg veel muziek van anderen ook gedirigeerd. Mendelssohn was dus de eerste batondirigent van Gewandhaus, maar daarvoor de laatste klavierleider, muzikale leider, was Hiller. En omdat het interessant is, omdat we straks mee aan de gang gaan, aan het eind van deze video, hij begon Beethoven 5 door aantal maten vooraf, twee kwartsmaten slaan, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, pam, 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 pa. Op die manier startte hij om het gelijk te krijgen. Berlioz moet het ook over hebben. Berlioz was ook een fantastische dirigent. Werd zeer gerespecteerd door de muzikanten. En hij was dan ook groot voorstander van bij dirigenten om te benadrukken dat zij heel economisch met de tijd om moesten gaan. De tijd niet moesten verspelen van de orkestmuzikanten. Mendelssohn en Berlioz hadden veel respect voor elkaar qua dirigenten. Ze hebben op een gegeven moment elkaar ontmoet en hebben ze dirigeerstokken uitgewisseld. Wat ongeveer het ultieme teken van respect voor elkaar is onder dirigenten. Al de dirigenten, nu is al aardig om te vertellen, die stonden niet met hun rug naar het publiek zoals we nu gewend zijn. Maar dat vonden ze oneerbiedig. Eigenlijk een beetje vanuit de klavierdirectie gedacht, die ook vaak genoeg met gezicht naar het publiek toe zaten. Stonden ze vaak zo of half gedraaid of soms gewoon echt met het gezicht naar het publiek toe. En dan moesten de orkestleden de bewegingen vanaf de rug lezen. Bijvoorbeeld Mendelssohn, die de eerste keer dat hij de Matthäus-passion opvoerde, stond ook half gedraaid volgens de verslagen daarvan. Al deze componisten waren vooral bezig met het tempo geven. Zorgen dat het gelijk was en dat het een goede uitvoering was qua noten, qua techniek. En vanaf nu krijg je eigenlijk ook een soort van tweedeling van dirigent-componisten die of heel op de muziek gingen, heel flamboyant, espressie. En je hebt ook dirigenten die eigenlijk gewoon een soort van muziekregelaars waren. Zorgden dat alles op zijn plek viel. Beethoven was bijvoorbeeld een heel erg flamboyante dirigent en Haydn was weer wat meer een regelaar. Mozart, om die ook maar even één keertje te noemen, Wolfgang Amadeus Mozart, die was eigenlijk niet zo'n hele goede dirigent, staat geschreven, want hij had niet echt de overgave en het gewicht, de uitstraling om de orkestmuzikanten te laten doen wat hij vond. We waren ook weer bij Mendelssohn en Berlioz. Dan krijg je dus op een gegeven moment Liszt, die ook echt in een flamboyante groep hoorde. Op 35-jarige leeftijd zette hij een punt achter zijn pianocarrière. Hij begon natuurlijk heel lang als piano-virtuoos. Toen ging hij zich toeleggen op het dirigeren en componeren. Maar er staat geschreven over hem dat hij eigenlijk een hekel had aan het tempo geven, aan het maatslaan, maar vooral bezig was met de accenten en met de expressie van de muziek, de grote gebaren en woeste blikken. Wagner was ook vooral fan van de interpretatie, van de musicaliteit, niet zozeer van het maatslaan, wat daarvoor dus heel erg gebruikelijk was. In zijn Über das Dirigieren schrijft hij er ook uitgebreid over, en vooral over de interpretatie en dus de emotie van muziek. Dan gaan we een generatie verder, dan kom je bij Hans von Bülow, die vooral bekend is geworden als dirigent, die bij Liszt en Wagner dus in de leer is gegaan. Hij was een kleine man, heel scherpe blik had hij, woest en scherpe tong, kon echt heel heftig uitvallen naar de orkesten. Maar heeft wel ook het niveau van de orkesten enorm opgestuurd en was ook niet schuw van een beetje dramatiek toe te passen, werd toen vaak ook gedirigeerd met witte handschoentjes. En bijvoorbeeld voor het tweede deel van de Eroica-symfonie van Beethoven, de Treurmars, dan wisselde hij heel erg demonstratief zijn witte handschoentjes voor zwarte handschoentjes om de Treurmars te dirigeren. Bülow heeft weer de volgende generatie heel erg geïnspireerd. Dan hebben we het over Mahler en Strauss en Weingartner en Nikisch. Strauss bijvoorbeeld, toen hij de partituur zag van de blazerserenade Opus 7,
gaf hij in een tournee van een van zijn orkesten gaf hij Strauss de kans om dat te dirigeren zonder repetitie, want dat mocht niet, want had het orkest helemaal geen zin in tijdens de tournee. Maar Strauss heeft daar wel enorm hoge ogen mee gegooid met die uitvoering, dat hij dat dirigeerde. Terwijl hij eigenlijk nog nooit een dirigeerstuk had vastgehouden, waarvan zijn vader had hij dat natuurlijk al heel erg veel van meegekregen. Maar hij heeft heel erg hoge ogen mee gegooid en daar is eigenlijk zijn carrière, zijn dirigeercarrière mee begonnen. Strauss was echt hij sloeg alleen maar maten en transpireerde was uit een boze. Het orkest moest het vooral doen. Hij moest was van mening dat hij het vooral moest organiseren. Ook Nikkies was daar een voorbeeld van. Ook hele kleine bewegingen alleen maar om te organiseren. Eigenlijk tegenovergestelde, eigenlijk een beetje afzet tegen het dirigeerstijl van Bülow. Maar Mahler en Weingartner, maar vooral Mahler, was dan weer heel erg van het gepassioneerde, super gedisciplineerde orkestpraktijken. En dan heel erg op de muziek en echt een hemelbestormer qua dat het perfecte, sublieme uitvoering nastreefde. Eén generatie verder komen we bij bijvoorbeeld Mengelberg. Mengelberg kennen we natuurlijk allemaal omdat hij lange tijd chef-dirigent geweest is van het Concertgebouworkest. Zo'n 50 jaar lang. En hij had een hele bijzondere relatie met Mahler en Strauss. Bijvoorbeeld in de partituren van Mengelberg kan je allemaal opmerkingen en aanwijzingen en soms zelfs aanpassingen vinden van Mahler, van zijn muziek. En Strauss heeft zijn Eindheldenleben opgedragen aan Mengelberg en het orkest. Dat is een zeer bijzondere relatie. En ook nieuw was in de orkestpraktijk is dat hij inzeepte. Een beetje oneerbiedige benaming. Maar dat betekent dus dat hij gewoon al met het orkest aan het repeteren was voordat dan Mahler of Strauss arriveerde en met het orkest verder kon. Alleen maar om het niveau van de uitvoeringen nog hoger te krijgen. Waardoor ook dus bijvoorbeeld Strauss en Mahler het heerlijk vonden om met het Concertgebouworkest te werken. Mengelberg kon enorm vertellen. Er was wel eens gemeten in een repetitie dat hij ongeveer anderhalf uur aan het praten was en maar 45 minuten muziek aan het maken was. Maar zoals gezegd kreeg hij wel het niveau enorm hoog met een van zijn belangrijkste uitspraken was van elke noot is belangrijk. Elke noot moet goed klinken. De flamboyante tegenhanger van Mengelberg vonden we in Italië, Toscanini, die vooral La Scala orkest groot heeft gemaakt. Zeer flamboyante man, hij kon echt het orkest heel lang uitvoeteren. Daar zijn ook nog opnames van, dat zal ik later horen in de Zoom-sessie. Maar ook gedreven om een perfecte uitvoering te krijgen. Dirigeren met een enorme dirigeerstok, zodat, niet per se om angst in te boezemen, maar ze waren wel echt vol ontzag voor die beste man. Hij was ook bijvoorbeeld een van de eerste die het zaallicht wilde dimmen. In die tijd was het vooral een sociale bezigheid om naar een concert te gaan, dus mensen praten gewoon hardop door de muziek heen. En om dat maar te onderdrukken wilde hij graag het zaallicht laten dimmen. En dat kwam enorm veel protest tegen en daar werd hij woedend over. En heeft hij op een gegeven moment de lichten die hij maar kon raken, heeft hij allemaal kapot geslagen om dat maar voor elkaar te krijgen. En is op een gegeven moment ook weggelopen bij La Scala. 3 jaar lang heeft hij daar niet gedirigeerd omdat hij dit maar niet voor elkaar kreeg. Zowel Mengelberg als Toscanini waren echt internationale sterren op een gegeven moment. Je kreeg ook de opnametechnieken die opkwamen toen. Dus mensen konden ook internationaal, kregen toegang tot opnames van beide heren. En hebben ook bijvoorbeeld in Amerika lang een chef-dirigentschap op zich genomen. Ik sla dan bijvoorbeeld eventjes Walter en Klemperer en Furtwängler sla ik eventjes over. Maar even om dit ook een klein beetje af te ronden, anders blijf ik maar praten. Dan de laatste twee, ook met een relatie van heel flamboyant en heel erg alleen maar op het regelen van een orkest. De flamboyante dirigent, generatie of twee verder, is dan Bernstein. In Amerika, een centraal figuur in Amerika. Ik heb hem ook vaak genoemd in de improvisatiecursus. Op zijn studie in Harvard heeft hij bijvoorbeeld de muziek van de Afrikaanse muziek, die ook in Amerika terecht was gekomen om dat te integreren in de Amerikaanse muziekcultuur. Maar was een zeer flamboyante dirigent,
aan het begin kreeg hij heel erg veel kritiek dat hij te weinig inhoud had, dat het alleen maar om ging om zijn prachtige performances. En op een gegeven moment vond ook iedereen dat hij veel te veel vrijheid nam. Maar ja, de orkesten vonden het fantastisch. Die speelden heel erg graag voor hem. Hij heeft heel erg veel, heel erg mooie uitvoeringen gegeven. En waar ik hem ook heel erg voor respecteer, is dat hij heel erg veel uitleg gaf over muziek. En ook dat hij jonge mensen, zeg maar, young people's concert, die gaf hij, daar zette hij zich voor in. Dat kinderen ook in aanraking kwamen met muziek. De tegenhanger van de flamboyante Bernstein is dan Boulez, die eigenlijk heel erg rustig dirigeert. Vooral heel veel moderne muziek. Hij heeft echt fantastische uitvoeringen gegeven van moderne muziek. Maar hij is vooral heel erg rustig in zijn slag en laat het vooral aan de orkesten over om daar de emotie te hebben. Dames en heren, dus een lang verhaal. De huidige generatie van Carlos Kleiber, van Lee Kerkjef, Bernard Haitink, Simon Rattle en noem maar op, die komen in de volgende video's aan bod. Die laat ik even in deze geschiedenis achterwege. Maar zo hebben we een idee van hoe het allemaal ontstond in en wat voor stromingen je hebt en hoe allemaal gedirigeerd werd. En zo hebben we natuurlijk ook gelijk een mooi overzicht gehad van de hele muziekgeschiedenis en hoe dat allemaal heeft gewerkt met muzikale leiders. Oké, dames en heren, we hebben nu een heel lang verhaal gehad over de muziekgeschiedenis van de muzikale leider en van de dirigent. We gaan nu gelijk ook aan de slag, het workshop gedeelte, en we gaan het hebben over dirigeerstokken. In de geschiedenis hebben we heel veel gehoord over de dirigeerstokken, van puur gouden staffen tot aan met ebbenhout en met ivoor ingelegde dirigeerstokken of een rol papier. Het kwam allemaal voorbij. Maar om goed om te gaan met een dirigeerstok is ook nog wel even een kunst op zich. We hebben vorige keer geleerd dat de dirigeerbeweging vooral als basis vanuit de schouder komt. Daar gaan we ook, zeker in de laatste video's, als we het weer meer over artistieke visie hebben, gaan we het daar veel over hebben. Daar heb je echt heel je lichaam voor nodig en je mimiek voor nodig, dus dan moet het veel meer één geheel worden. Dus hou wat we ook gaan doen, dus de schouder actief. En zeker in de basis hou gewoon heel de beweging vanuit de schouder. Als we met een dirigeerstok gaan dirigeren, dan heb je natuurlijk van eerst te maken met de keuze van dirigeerstok. Ik heb even een selectie meegenomen. Ik zal even iets dichterbij komen, zodat we het een beetje kunnen zien. Dus je hebt allemaal in verschillende soorten en maten heb je dirigeerstokken. Met allemaal verschillende soorten eindes. Je hebt hier kurk, je hebt hier allemaal soorten hout. Soms ook met gewichtjes erin, zodat het gebalanceerd is. Deze kan je bijvoorbeeld hier ongeveer balanceren. Dan is die uitgebalanceerd. Heel veel mensen zweren erbij. Ik moet er ook gelijk heel veel meer voor betalen als dat zo is. Maar ik ben een slagwerker, dus ik vind het ook wel weer fijn als er meer wat gewicht aan het punt zit. Maar als die uitgebalanceerd is, dan lijkt het net of je niks in je hand hebt. Dat is sommige mensen fijn. Je hebt natuurlijk ook verschillende diktes. De dikte die dikste die ik heb. Maar je hebt nog 100 keer dikker en nog langer. Dus heel veel verschillende soorten. Ook, dit is een fiberglas. Deze buigt ook een beetje. Dat zwiept lekker. En je hebt ook een. Ik heb geen houten bij me. Oh, dit is wel hout, denk ik. Maar met name allemaal wit. Omdat het natuurlijk goed afsteekt. Nu is het een beetje een nadeel dat ik nu een witte achtergrond heb. Dan kan je het misschien niet zo heel erg duidelijk zien allemaal. Toch ga ik eventjes wat proberen voor te doen. Dus eigenlijk is het principe hetzelfde met een dirigeerstok, van je gaat staan en je creëert een lijn. Veel mensen gaan met een dirigeerstok gaan dan zo staan, een soort van spanning gelijk al. Dan steekt de dirigeerstok uit en kijk even goed wat er gebeurt als je dan gaat dirigeren. Dan is zeg maar meer de hand, de bounce, de lijn waar mensen op reageren dan een dirigeerstok. Dus ik ben er dan wel voorstander om even de dirigeerstok te laten zakken, dat de punt duidelijk is. Als je dan zo gaat dirigeren vanuit de hele arm,
Dan zeggen veel dirigenten van ja, dan heeft de dirigeerstok eigenlijk nul toegevoegde waarde. Maar ben ik niet helemaal mee eens, want zo is het nog steeds wel duidelijker en goed, beter zichtbaar allemaal wat je aan het doen bent. Maar ze hebben natuurlijk ook wel een punt van, ja, als je nou helemaal met je hand meegaat, waarvoor heb je dan een dirigeerstok vast? Dus dan krijg je natuurlijk allemaal andere scharnierpunten, dus de elleboog, de pols, maar ook de vingers, die dan nog extra expressiviteit kunnen toevoegen aan de dirigeerstok. Een staccato, klein, kort, precies, dan beweeg je bijna niet alleen met de pols, maar wel met de vingers, zodat de dirigeerstok heel erg fel heen en weer gaat. En zorg dan dat de punt echt onder de hand zit, want zo is dat natuurlijk ook, dan lijkt het net of je niet beweegt. Maar zo is het duidelijk zichtbaar dat je een hele puntige beweging maakt. Maar je kan natuurlijk ook heel erg mooi schilderen, zeg maar de lijn van de expressieve dirigenten, Beethoven, Liszt, Wagner, Bernstein, noem maar op. Die gebruiken natuurlijk die dirigisten ook heel expressief en duidelijk om muziek eigenlijk te schilderen in de ruimte die ze hebben, zodat mensen daardoor geïnspireerd kunnen raken. Dus als je dan gaat dirigeren in de stijl die je wil, dan kan je natuurlijk op een gegeven moment wel dus al die scharnierpunten gebruiken in je armen, om het zo te noemen. Maar zorg wel dat het gewoon, zeker in het begin, als je orkest wil leiden, moet je vooral tempo geven. Op een gegeven moment, daar gaan we het ook in volgende video's over hebben, wordt een orkest er ook helemaal gek van. Als je alleen maar 1, 2, 3, 4, 1, 2, als dat de enige informatie is die je geeft, dan kijken ze op een gegeven moment al echt niet meer naar je. Dus dan kan je dat beter achterwege laten. Gewoon het orkest laten spelen. Zeker als het tempo al goed loopt en stabiel is. Dan kan je dat beter gewoon achterwege laten. En kan je veel meer op de muziek gaan werken. Maar voor nu is het dus gewoon belangrijk. Van, neem een dirigeerstok. Pak een pen, potlood, een breinaald, een pollepel, wat dan ook. Uit de keuken. En probeer dus met zo'n dirigeerstok duidelijk te slaan. Zorg dat de pols ontspannen is, dat de dirigeerstuk dus een klein beetje doorswiept, dat het punt van de dirigeerstok het laagste punt wordt. Dat is voor de duidelijkheid heel erg belangrijk. En wen er gewoon eventjes aan. Het is gewoon vaak gewoon even een gek gevoel dat je opeens een dirigeerstok in je hand hebt. En uiteindelijk kan je dus proberen daar ook die stukken wat we in de eerste video hebben gedaan van de tweekwartsmaat. Al die lijntjes gewoon op een expressieve manier aan te geven met een dirigeerstok. Oké, dames en heren, tot slot van deze film gaan we iets bijzonders doen. We gaan namelijk het begin proberen te dirigeren van de 5e symfonie van Beethoven. Afgelopen Zoom-sessie hebben we gekeken naar een Japanse dirigent. Ik zal ook even de link voor de mensen die het gemist hebben of mensen die van buiten mijn orkest deze video kijken, zal ik even een link onder deze video zetten, zodat we het ook kunnen zien. Van een Japanse dirigent die ongeveer 10 seconden in de lucht staat te maaien voordat het orkest uiteindelijk ongeveer op de concertmeester inzet voor het begin van Beethoven 5. Dat is hoe het niet moet. Maar nu gaan we even kijken naar hoe het wel moet. En dat ook met een dirigeerstok. En ik zal ook een partituur meesturen, zodat we het ook mee kunnen lezen. En dat is gelijk een voorbereiding op de derde video. Want in de derde video in deze cursus dirigeren gaan we kijken naar het partituur lezen. Hoe pak je dat aan? En zo, zeker als je nu niet mee gewend bent, is het misschien eerst even regeltje voor regeltje lezen, zodat we een beetje idee krijgen van het stuk. Geen enkel probleem, zo begint iedereen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat je een idee krijgt van het totaal. Dat je het totaal kunt overzien en een klankbeeld bij kunt krijgen. We kunnen dan ook gelijk eventjes kennis maken met eigenlijk hoeveel keuzes je kan maken als dirigent. Er zijn echt een miljoen nuances te maken eigenlijk al in het begin. Ik zal de belangrijkste vertellen en ook hoe je dat dan aangeeft in je dirigeren. Want dat is natuurlijk het idee altijd. Je kan allemaal kennis hebben enzovoort. Dat moet je ook hebben om goede, gedegen keuzes te maken. Maar uiteindelijk moet het natuurlijk allemaal te vertalen zijn in een beweging. We hebben het over de eerste 24 maten van het stuk. Tempoaanduiding is Allegro con brio. Beethoven heeft er een keertje tempo 108 bijgezet voor een hele maat.
Dus een vrij vlotte tweekwartsmaat die in ene wordt geslagen. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Op die manier. Dat is ongeveer het tempo. De eerste vijf maten zijn het meest beroemd. Pam, 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 pi, pam, 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 pa, dat. Dat is fortissimo, een strijkorkest met de klarinetten. En daarna gaat het piano verder. Tweede viool, alt viool, eerste viool wisselen eerst elkaar af. Het blijft allemaal piano, hou dat goed in de gaten. Hou een slagen klein. Maat 18 is in één keer crescendo van piano naar forte. Daar zet het toetieorkest in. Ook heel belangrijk. Voor veel mensen is dat ook de eerste inzet. Dus die moet heel duidelijk zijn. Dan heb je een paar forte akkoorden. Eerste violen blijven liggen. Ik kan al even draaien naar de eerste violen. Zodat je ze goed kunt aankijken en kan aansporen tot intense klank. En daarna heb je op maat 22 nog hetzelfde motief aan, zoals aan het begin. Alleen dan fortissimo en tutti orkest op de trompet en pauken na. Pam 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 pie, dat. Daar gaan we het over hebben. Dat moeten we kunnen dirigeren. En dat gaan we dan ook in de Zoom-sessies proberen. Want als je die bewegingen maakt en iemand reageert daarop, krijg je dat in een kleine vertraging krijg je dat terug. En op die manier kan je natuurlijk best een idee krijgen van of jij duidelijk genoeg bent, zodat iemand anders snapt wat jij bedoelt. Dat is natuurlijk het plan. Goed, laten we beginnen met het dirigeren. Dus de strijkers plus klarinet te beginnen met een achtste rust. Tegenwoordig, ik ken iedereen het stuk zo goed, dus als jij maar een heel erg duidelijke, dikke 1 geeft, dan zetten ze allemaal gewoon pam 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 pa, spat gelijk in. Maar als je dit stuk bijvoorbeeld met amateurorkest dirigeert, of als je nog hele specifieke muzikale wens hebt, dan moet je dus heel erg duidelijk zijn. Bijvoorbeeld dat je heel erg tempo neemt, of dat je het stuk, de motief heel erg opmatig wil maken, of juist niet, dan kan je allemaal in kiezen. Met dat opmatige, of juist niet, bedoel ik het volgende mee. Dus als je hem niet opmatig wil maken, het motiefje van pam 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 pi, dan doe je dus heel erg veel energie aan het begin. Pap 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 pi, en die tweede maat wat minder. Pam 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 pi, krijg je dan. En als je het motief wel opmatig wil maken, dan doe je pam 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 pi, en dan moet je heel erg landen op die tweede maat. En pam 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 pa, dan krijg je echt al nuanceverschillen. En dat zijn dus de keuzes die je moet maken als dirigent. Laten we het proberen. Dus zoals vorige week verteld, moet je gaan staan met twee handen naar voren. Probeer ook gelijk op je houding te letten. Zoals we ook gezien hebben in de Zoom-sessie van die W-oefening. Dat je schouders goed naar beneden zijn. En hij zegt dan daarna van oké, probeer het dan te laten hangen zodat je schouders goed zitten. Maar vanuit die W-houding kan je ook prima dus je handen naar voren zetten. En dan zijn gelijk ook je schouders geactiveerd. Je schouders zitten goed laag en ontspannen. Borst vooruit krijg je ook automatisch, zoals ik dat zei. En zo sta je op een goede manier. Dirigeer stok niet de lucht in, maar gewoon laat aan dat het puntje van de stok het punt is waar je dingen mee aangeeft. Niet zeg maar hier de onderkant van je hand. Dan kan je ook keuzes maken in hoe lang je de fermaten wil hebben. In het barokklassicisme werd de fermaten vaak of twee keer of vier keer de lengte van een maat gemaakt. Maar dit stuk is natuurlijk begin romantiek geschreven, dus je hoeft er ook niks van aan te trekken. Je kan hem ook heerlijk lang aanhouden. Pam 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 pi, pam 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 pam. Lekker op het blijven hangen, wat veel gedaan werd. Maar als je denkt van, nou, ik vind dat die twee of vier vind ik toch wel wat mooi, kan je bijvoorbeeld ook voor kiezen. Door maar gewoon één maat extra aan te houden. Pam 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 1, 2. Pam 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 1, 2, 3. Dan krijg je dus dat de fermaten maar één extra maat qua lengte duurt. Die fermaten kan je dan ook afslaan of niet. Daar kan je ook in kiezen. En dan is het natuurlijk ook gelijk interessant tussen het verschil tussen de vierde en de vijfde maat. In de vierde en de vijfde maat ligt één liggende noot. En toch staat op de vierde maat geen fermaten en op de vijfde maat wel een fermaten. Wat moet je daarmee? Eigenlijk is de traditie binnen Europa om dat niet aan te geven, gewoon als één lange noot aan te geven. En de traditie buiten Europa om die extra maat ook te geven. Beetje zwart-wit, maar zo wordt het wel vaak toegepast. Let wel op, als je dus die extra maat slaat tussen maat 4 en maat 5, moet je dat ook doen tussen maat 23 en maat 24. Dat is zeer belangrijk. Je kan niet de ene keer iets ervoor kiezen en de volgende keer als het exact hetzelfde voorkomt er niet voor kiezen. Dat is de consistentie die je als dirigent ook moet hebben.
Want anders krijg je het orkest snel tegen je. Dus ik zal eventjes wat voorbeelden geven. Eerst zal ik dus de formatus romantisch lang aanhouden. Ik zal het motief niet opmatig maken. Dus de accenten zitten vooral op de achtste noten. De formatus zal ik afslaan. Nou, even op die manier. Dus ik ga zo staan. En ik geef... En pap, 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 hi. Afslaan. Pam, 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 hi. En afslaan. En dan gaan we dus verder. Piano met de tweede violen. Pap, 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 pia, pap, pap, pap. Gebruik goed je dirigeerstok. Klein en fel. Die. Pap, 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 pia, pap, 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 pap. Toet je orkest. Ta, 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 pam, pam. Eerste viool. En pam, 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 pa. Aanhouden. En die kan je dan op een gegeven moment afslaan. En dan heb je de eerste 24 maten te pakken. Als je die motief wel op maat gepakt en je wil ook nog even die extra maat tussen maat 4 en 5 dirigeren, dan gaat het als volgt. Dan krijg je dus weer zo je beide handen naar voren om te beginnen. De opmaat 1, 2, pop, 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 hier. Dan geef ik veel nadruk op die tweede maat, zodat we daar naartoe spelen. En dan gaan we naar de derde maat, pop, 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 pie. En dan geef ik de extra maat aan. Maar je moet dan heel goed opletten dat die extra slag tussen maat 4 en 5 heel passief is. Als je namelijk maat 3 doet, pa, 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 en dan maak je een scherpe beweging, dan zullen sommige orkestleden dat aanzien voor een afslag. Die zullen dan stoppen. Dus dan moet je pa, 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 pie, passief tussendoor slaan. Of je zou er eventueel ook je linkerhand voor kunnen gebruiken. Pa, 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 pie. Zie je, dan is het heel duidelijk van, oké, we moeten wel aanhouden, maar de extra maat wordt geslagen voor de duidelijkheid. En dan gaat het verder. En dan moet je dus goed in de gaten houden dat je tot op maat 23 en 24 ook doet. Waar ik zelf heel erg van hou, is de formatus maar één keertje te verdubbelen qua lengte. Dus dan krijgt de tweede maat eigenlijk de lengte van twee maten. En de laatste noot, dus die begint op maat 4, krijgt de lengte van drie maten. Omdat er een één extra maat bij staat. En dan vrij vlot door. Dus mijn versie is dan... Pa 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 pi, pa 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 pa, pa 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 pi, pa 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 pa, pa 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 pi, pa 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 pa, pa 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 pi, pa 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 pa. Probeer het al, je kan het ook in een langzame tempo doen. Dat kun je in een Zoom-sessie natuurlijk ook op die manier oefenen. Pom, 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 pa, zodat je goed kan nadenken over de bewegingen die je maakt. Wat in het begin echt helpt. Maar probeer ook heel erg veel naar de partituur te kijken en daar je informatie uit te halen. Want dat zal ook voorbereiding zijn voor video 3. De Zoom-sessie wordt waarschijnlijk ook nog even een klein quizje over alles wat ik verteld heb over de geschiedenis van een muzikale leider en een dirigent, met als prijs dat iemand de dirigeerstok wint. Lijkt me superleuk. En we kunnen natuurlijk die Beethoven 5 begin oefenen. Als iemand bewegingen maakt en iemand anders reageert, ik zal reageren of iemand anders reageert, krijg je natuurlijk best wel de interactie. En kan je zien of je duidelijk genoeg bent in je dirigeren. En op die manier creëer je wel weer een leuk geheel, denk ik. Hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.